Goedemorgen. Het is alweer woensdag, het is 5 juni. Ik ben zo misselijk. Ik ben niet zo fit. Maar ik heb afgesproken met Lynette, mijn model, om te gaan shooten vandaag. Dus het is ook maar goed om, ja, als ik niet had afgesproken, had ik er, ja. Het is maar goed dat ik gewoon ga, want anders blijven die topjes ook hangen. Dus het is maar goed dat ik afgesproken heb, want ik ga niet meer afzeggen. Ja, het liefst. Maar ja, we moeten door. Ik geef ze langs de Jumbo even lunch halen. Ik ben op kantoor. Ik ben op mijn tweede kantoor. Ik heb sinds kort twee kantoren. Of sinds kort, ook al een tijdje nu. Dit is een beetje mijn shootlocatie. Dus waar ik altijd foto's maak. En hier heb ik dus alles even uitgehangen wat vandaag geshoot moet worden. Ik heb alles even in de maat van Lynette gepakt. Want Lynette gaat shooten. Deze items staan al online, maar ik wil wat nieuwe foto's ervan. Hetzelfde geldt voor die pakken. Dus dat is eigenlijk, zeg maar, dat hoeft niet per se nu. Want dat heb ik eventueel wel. Het gaat nu echt vooral om de nieuwe items. Dus deze leuke tops. Dan hebben we hier deze cargo die ik nu ook aan heb. Echt een hele mooie cargo. Love it. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe die bij Lynette staat. Superleuk strandjurkje. Een panterblazer. Een leuk setje. Een topje, die hebben we al, maar gewoon handig voor ergens bovenop. Die is nieuw, die is nieuw, die moet ergens bovenop. Die is nieuw, die is nieuw, die is nieuw, die is nieuw. Deze zijn ook om te combineren. Ik ga even alles wat, zeg maar, al geshoot is even apart hangen. Want dan hebben we een beetje een overzicht. Deze items kunnen we gewoon gebruiken voor erbij eventueel. Maken we even een apart rek. Wat echt nieuw is. Oké, wacht. Ga ik even maken. Kijk wie er weer is. Ja. Yes. Knappe Lynette is back. In een heel leuk jurkje, leuke boots, gaan we weer lekker shooten. Dacht ik. We zijn allebei niet helemaal fit. Nee. We zijn allebei een beetje. Maar we moeten door. Maar het is gewoon top dat we dat allebei hebben. Want we zijn allebei nu. Ja. Dus dat is echt top. We voelen elkaar. Ja. We hebben ook allemaal nieuwe sieraden. Oh, je hebt die ketting nu afgedaan. Oh, die moet ik ook niet. Nou ja, hoeft niet per se. Dus ik kan het ook wel even zonder. Zonder doen? Of denk jij met? Of even die gouden bedel eerst alleen eventjes. Met alleen goud. Denk dat best, hè? Ja. Dat is wel leuk. Ja. We hebben allemaal nieuwe sieraden. Leuke bedelkettingen, bedelarmbandjes. Ja. Kijk hoe leuk dit met het hartje. En die ring. Ja. En die ring. En deze ketting. En deze oorbelletjes trouwens ook met knopjes. Die gaan we even allemaal shooten. Alicia in de hoek. Wat ben jij aan het doen, snoetje? Ik ben lekker sieraadjes aan het fotograferen. Wat is je favoriet tot nu toe? Die grote misschien. Die bloem. Ja. Ja, ik heb die ook om volgens mij. Ja, ik heb die ook om. Die is vet, hè? Ja, ik vind die dus ook echt leuk, die strik. Die vind ik net ook om. Nou, meid. Nou. Deze blazer is gewoon helemaal het. Wat vind jij ervan, Alice? Die blazer. Ja, helemaal leuk. Ook zo gestemd, die laarsjes. Ja, dit is beter dan met die broek. Ja. Ja, dit is leuker. Ja, oké, let's shoot it. Wauw. Heel erg leuk. En een mooi kettingje erbij. Nice. Het is alweer donderdag. Gisteravond ben ik lekker aan de wellness geweest samen met Francisca. Dan kan ik natuurlijk niks filmen. Nu is alweer de volgende dag. Ik heb even een lekker simpel outfitje aangetrokken. Blazertje. Ik moet mijn zonnebrilletje lekker op. Ik hoop dat het warm wordt vandaag. Ik ga nu richting kantoor. Ik vind het allemaal een sieraad shoot, maar ik wil er even een paar even opnieuw doen. Die wat onduidelijk waren geworden. Dus die wil ik even snel opnieuw doen. Ik wil even wat items nog even snel passen. Die ik misschien mee wil naar Mallorca zaterdag. Want het is natuurlijk hartstikke leuk om even een nieuw item van de webshop mee te nemen. Mijn moeder die is nu al aan het inpakken, dus dat hoef ik niet meer te doen. En verder ga ik daarna gewoon weer... Oh nee, ik wil even langs van Siska kantoor, want ze heeft een nieuw setje binnen. Het zag er super mooi uit. Ik wil die echt eventjes gaan passen. Ik steentje begin echt heel erg uit te zakken. Dus ik heb even gevraagd of zo 2 weken plek heeft om het even omhoog te laten zetten. Maar dan moet het eigenlijk ook weer opnieuw geknipt worden. Want ik het natuurlijk gisteren of eergisteren geknipt heb. Maar als ik steeds opnieuw gezet worden, dan zitten natuurlijk weer wat lange haren bij en zo. Dus dat moet dan wel even opnieuw geknipt worden. Maar ja, dat moet vast helemaal goed komen. Ik ga richting kantoor. Let's go. Maar vlog je nog elke dag? Nou, wanneer het lukt. Ah, oké. Soms 2 dagen in 1. Oh. Jongens, het is alweer avond en Alice is hier gezellig. Hallo Alice. Hallo. Hoi. Ik heb vanmiddag even lekker gewerkt en Alice is hier rond 4:30 of zo gekomen. Zijn we lekker boodschapjes gaan doen. Ik heb me net eventjes klaargemaakt en Alice is me nu aan het klaarmaken. Hebben we het gegeten. En straks gaan we naar Dorpfeest Gouten. Zijn feestje hier in de buurt. En als het goed is brengt mijn moeder ons. Zoals ik het heb begrepen. Ja.
Dus dat was super chill. En dan gaan we lekker feesten vanavond. Yay. Ik ben heel benieuwd of het leuk is. Ik ben ook. Ben je er ooit eerder geweest? Ja, 5 jaar geleden of zo. Oei. En toen heb ik het echt leuk gehad. Het is wel echt zo'n ding of zo, snap je? Waar mensen wel over hebben. Oké, nou, ik heb geen verwachtingen. En ga ik ook, ik ook niet. Ik laat het lekker op me afvallen. Nou, ja, ik heb echt wel verwachtingen. Ik zet hem gewoon op zuipen. Nee, grapje. Ja hoor, schat. En anders gaan we de stad in. Daar is het sowieso leuk. Ja? Ja, 100. En vorige keer zei je dat op stap gaan in Leeuwarden leuk is. Ik vind het zo leuk. En wat voor clubs, waar moet ik dan aan denken? Hoe heette die clubs waar je dan bijvoorbeeld heen gaat? Nachtwacht, Shooters. Ja. Dat zijn mijn 2 favorieten, maar ik ga ook wel eens naar de Kantelaar of naar Waskul. Ja, dat ken ik dus ook nog niet. Nee, maar... Heel leuk dat ik het vraag. Het is wel de muziek zoals we net aan het twerken waren. Die muziek. Ik snap het al. Top. Het is inmiddels alweer vrijdag. Alice heeft hier lekker geslapen. Ik heb een leuk outfitje. Lekker simpel aangetrokken. Gisteren gingen we best op tijd naar huis van het dorpfeest. Het was wel gewoon gezellig. Maar we hadden het best wel snel gewoon gezien. Dus we zijn lekker op tijd naar huis gegaan. Dus we zijn vandaag lekker fit. Ik ga nu even naar kantoor. Alice gaat ook mee. Ik moet eventjes werken natuurlijk. Even inpakken. Gisteren heb ik dus van die blazers online gegeven. Van die pantermouwen. En... Ik denk dat ze helemaal uitverkocht zijn. Ik heb ze dus helemaal bijbesteld. Dus die komen ook überhaupt pas vandaag binnen. En ze zijn nu al allemaal weg. Ik moet wel een beetje opschieten. Want ik had wel beloofd om 2 uur alles bij de afhaallocaties te zetten. Dus dat gaan we even doen. Dus lekker een dagje inpakken. En daarna even ergens wat lunchen. Even de stad in. En daarna wat eten. Vanavond is er dan SF Dijnenfeest. Een feestje bij ons in het dorp. Gaan we show de boele. Komt er ook een bandje. Dus super gezellig. Dus... Veel plezier kijken vandaag. Nou, we zijn lekker op kantoor. De blazers zijn binnengekomen, gelukkig. Dus ik ga nu beginnen met alles inpakken. Ik heb de afhaalbestellingen die dus geplaatst zijn al beneden gezet. En voor de rest zijn er heel veel leuke nieuwe bestellingen geplaatst. En vooral de panterblazers. Echt niet normaal. Ze zijn dus nu ook helemaal uitverkocht, wat super jammer is. Maar mijn leverancier belooft dat ze volgende week weer voorraad komen. Dus... hopen. En dan kan ik ze gelijk weer gaan aanvullen. Dus we gaan even alle labels aanmaken. Uitprinten. En dan ga ik lekker beginnen met inpakken van de bestellingjes. Oké, ik ga nu alle labels even aanmaken. En dat geluid is altijd zo satisfying. Wacht. Dit is toch satisfying, het geluid? Dit is toch wat je wil? Ik vind het zo lekker gevoel van ook. Bestelling, 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 bestelling. Maar deze hoort dan weer bij die andere. Klopt, dat daarom, dat had ik dus verkeerd besteld. Oh. Snap je? Ja. Of nou, niet verkeerd besteld, gewoon verkeerd binnengekomen. Maar, sorry hoor, maar ik vind dit topje, wat noem je dit? Ja, die broekje een beetje strak. En is het niet nog een maatje groter? Ja, ik denk het altijd. Ik heb nu 38. Je kan kijken of er eentje groter is. Ja. Nou, Alice is 5 minuten in mijn kantoor. En ze heeft een hele nieuwe outfit. Ja, fucking mooi. Ja, ik vind het ook echt leuk. Zit je echt mooi? Ik denk dat ik het naar een festival wel aan zou doen. Ja, snap ik. En dit ding is ook echt amazing. Ja, leuk is die, hè? Daar heb ik een broek van. Ja. Echt voor een festivaletje of zo. Helemaal ready. Ja, helemaal leuk. Heel mooi. En je bent ook zo fucking bruin, dus dan... Zo mooi, ja. Ja. Helemaal dat is zo lekker gevoel. Jij bent ook altijd echt bruin. Ja, maar ik wil wel weer echt gewoon eventjes die vakantiebruin. Ja, maar jij gaat ook nog wel. Ja, klopt. Ja, inderdaad.
hij staat je ook heel mooi. Ik ben gewoon een 34. Ja, je bent echt een skinny girl. Perfecte stretch. Nee, ik heb de maskbook 38. Hij, ja, dan is je echt, valt hij echt groter. Dat is echt goed. Ja. Ik ga deze kopen. Ja? Ja. Heel mooi staat hij, girl. Ook leuk voor een festival. Ja, zeker. Cargo's zijn sowieso leuk voor. Ik vind het dus vet mooi met wit, hè? Zo'n groene kleur. Ja, dan maakt het echt zo fris. Ja, en dan cargo's eronder. Cargo's eronder? Ja, ik bedoel, hoe heet die schoenen? Campus? Nee. Die zwart met wit, die ik heb. Dunks. Ja, dank je. Cargo's eronder. Die heb je er al onder, hoor. Die heb je er al onder, vriendin. Nee, heel leuk. Ja. Pretty woman. Maar vind je hem niet, zeg maar, dat hij te hoog valt? Nee, hè? Hoe bedoel je te hoog? Ja, qua lengte. Ja, hij is wel een beetje te kort, maar misschien als je schoenen aan hebt. Heb je geen sneaker bij je? Ja, wel, misschien dat ik... Ja, ik heb wel je moet er even een schoen bij. Oh, daar ligt ze. Ah. Ze zijn ook vies door gisteren. Ja, maar gelukkig valt er nog wel iets mee. Je heeft hier geen doekjes zeker? Geen Nee man. Nou ja, boeien. Nee. Ik doe even gewoon snel. Ja, dan kan je even gewoon een beetje zien hoe het dan valt. Ja, want deze is natuurlijk ook een hoge zool. Dus wie weet dat het dan... Minder opvalt of zo? Ja, minder opvalt. En wat vind je? Ja, dit is beter. Maar ja, je gaat het ook nooit op sokken... Ja, in huis, maar... Ja. Nee, zo vind ik het gewoon mooi. Nou, helemaal leuk. Heel leuk. Deze meid, helemaal blij. Ik ben zo blij. Zo schattig. Oh mijn Is ook mooi, hè? Kijk, dit is een nieuwe cargo die online staat, jongens. De Perfect Cargo, zo heb ik hem genoemd. Echt very pretty. Ja, jij bent gewoon gemaakt voor die cargo's. Ik vind het gewoon ook echt hele fijne broeken hoe ze zitten. Ja. Passen echt, die pasvorm is top. Echt perfect. Heel mooi aan. Ik heb altijd problemen dat hij hier helemaal zo open zit. Ja, hè? Hier heb ik dat maar denk je echt dat je maat kleiner moet? Ja, ik vind het fijner als hij iets strakker zit. Ja, hè? Hij is gewoon heel stretchy, dus als hij misschien iets strakker zit, dan... Dan vind je dat... Er... Ja, dat is waar. En misschien als hij nog een klein beetje uitloopt, hier, dan... Hier nog een beetje losjes misschien. Oh ja. Dan zou ik een maatje kleiner wassen. Ja, 36 dan, hè? Ja. Heel mooi. En je zus komt hem dus ook wassen. Ja, ik moest appen als ik er was. Maar nu jij hem aan hebt, denk ik, oh ja, ik moet nog even appen dat ik er ben. Maar heb je er wel genoeg dan? Ja. Tenminste, dit is de stapel die ik nog heb. Oh. Dus nog wel genoeg. Voor nu. Nou, meid heeft weer een nieuwe uit de kast getrokken. Ja, en deze vind ik dus mooier dan die ik net aan had. Oh. Maar wat vind jij dan? Als je hem vergelijkt... Ja, kijk, weet je dat het voor mij nu is? Die is nu nieuw, dus ik heb die nu helemaal in mijn hoofd zitten. Ja, deze omdat ik die nu al vaker heb gezien. Maar deze, ja, ik vind deze ook heel mooi. Deze kleur. Misschien dat ik deze gewoon iets mooier bij mij vind passen. Ja, ik denk wel dat het misschien meer jouw stijl is. Ja. Dat denk ik misschien. En die andere is gewoon leuk voor bijvoorbeeld een heftig festival. Een Defcon bijvoorbeeld. Ja, precies. En deze is meer dat wat... Ja, maar dit is ook wel gewoon netjes voor overdag. Snap je wat ik bedoel? Ja, en die weer wat minder. Ja. Die meer echt festival. Ja, precies. Oké. Okay. Nou, we zijn eruit hoor. Zo is ook leuk. Nou jongens, deze nieuwe blazer is er zojuist binnengekomen. Het is eigenlijk dezelfde als die panterblazer, maar dan dus met blauw, met witte streepjes, ja. Dit is toch ook heel leuk. Ik vind het echt super cute, dus die ga ik gelijk eventjes lekker shooten met de meid. Let's go! Ja, een klein beetje bijgedaan. Ja. Ik heb wel met zin met een plek geslapen, waardoor het een beetje bijneemt, maar toch mooi als je even... Heel cute. Leuk? Ja, ik vind het echt prachtig. Nou, alle bestellingen zijn meegepakt. We hebben ze even weggebracht. We hebben nog wat leuke content gemaakt met de nieuwe blazers. Helemaal leuk geworden. En nu zit het lekker op het terras.
Ella is degelijk aan de koffie, ik degelijk aan de smoothie. Straks aan de wijn hoor. Ja, straks aan de wijn. Ja, sowieso in Deinem gaan we aan de wijn. En we gaan even lekker hapjes bestellen. We hebben een brood besteld en wat calamari. En dan hopelijk zitten we daar vol van. Dat is een beetje onze lunch, maar het is ook zeg maar bijna avondetentijd. Dus we zitten een beetje tussenin. En dan gaan we vanavond daar eten. Ja, ik denk dat... Ja, het is in de kantine. Nou ja, niet echt handig denk ik. Qua timing nu. Ja, is dat wat ik bedoel? Afhankelijk van wat onze planning nog is. Stel dat we hierna vet honger hebben, kunnen we dat nog één afhalen. Ja, dus dat gaan we af. Dat gaan we zien. Wij gaan lekker choppen. Bon appetit! Hey, goedemorgen. Ik heb gisteren helemaal niet de vlog afgesloten. Ik heb sowieso niks gefilmd bij het Leidingfeest. Dat was wel superleuk. We hadden wel verloren met Sjoerd de Boelen. En daarna was het nog een klein beentje. Ik was eigenlijk best wel op tijd op bed gegaan. Omdat ik nu best wel weer een beetje vroeg moest. Maar dat zie je allemaal in de vlog van morgen. Ik hoop in ieder geval dat jullie deze vlog een beetje leuk vonden. Vonden jullie dat leuk? Dan een duimpje omhoog. Abonneer mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En dan hoop ik dat ik jullie morgen zie bij de volgende. Dag vlog! Doei doei! Disfruta de la vida, bebé, bebé. Disfruta como si mañana se acabara, se acabara. Se acabara, se acabara.